DNA-lid Maurinus B. bracht op 24 februari als lid van een parlementaire delegatie een oriëntatiebezoek aan Braamspunt, waar de zandafgravingen plaatsvinden. Volgens B. hebben deze afgravingen ernstige gevolgen voor ons land. Er zijn een aantal storende factoren. Omdat wij allemaal nu praten over bescherming van de schildpadden, geweldig. Maar gelooft u mij, er is een groter belang. En dat belang is dat Suriname, het volk van Suriname, op het spel gezet is met dit besluit van de regering. Omdat het een natuurlijke afwering systeem is en dat men daaraan komt. Binnen het bestuurlijke is het zo dat wanneer een minister of een directeur van het departement een besluit gaat nemen, er advies wordt ingewonnen van adviesgevende instituten. En die vraag heb ik persoonlijk gesteld van directeur, maar dat heeft dat plaatsgevonden. Hij heeft gezegd nee. En als dat het geval is, dan zeg ik dat men niet is gekomen tot een bestuurlijk besluit, maar een politiek besluit. We moeten niet kijken naar om mensen te accommoderen en het land op het spel te zetten. En in dit geval hebben we met het besluit van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dat gedaan met het land Suriname. En van hieruit roepen we de minister om terstond het besluit terug te draaien en alternatieve mogelijkheden te zoeken voor de ondernemers om op een andere manier aan hun gelden te komen. Volgens André Misikaba, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée, heeft de regering ingespeeld op reacties vanuit de samenleving met betrekking tot de afgravingen te Braamspunt. De taken zijn vrijgegeven 6 maanden, dus dat gaat nog door. DNA is uiteindelijk ingesprongen, omdat wij natuurlijk niet in een ivoren toren werken wanneer er opwelling is in de samenleving over een aangelegenheid. Dan moet de Nationale Assemblée kijken wat er aan de hand is. Dat hebben we gedaan, maar onze insteek tot nu toe betekent niet dat de zaken moeten stoppen. Wij hebben gezegd, we gaan ook naar kijken, eenmaal het de samenleving bezighoudt. En wij zullen kijken wat voor aanbevelingen we aan de regering kunnen doen. En op basis daarvan zal de regering kijken wat zij verder doet ermee. Want de regering zit natuurlijk in de uitvoering. Tot zover André Misikaba over de zandafgravingen te Braamspunt.